wat zou Mahsa, Nika, Arsha of Hadith hebben willen bewerkers leggen? Wat wil Iran? Een grondwet met de spelregels voor de vrijheid, gelijkheid, democratie en solidariteit. Wat zouden ze in de grondwet willen opnemen? Eh, goedenavond. Een constitutionele revolutie. Van sappes naar vrouw, leven, vrijheid. Ooit liet zij mij een zwart-wit foto zien van haarzelf, van haar jonge jaren. Tussen de sinaasappelbomen stond een elegante jonge vrouw met lange haren. En zij had een mooie. Bloempjes jurk aan. Met een blik tussen nostalgie en blijdschap vertelde zij, ik citeer haar voor zover ik kan herinneren: zonder Reza Shah en Mustafa Kemal Atatürk, God mogen en ziel hebben, zou deze foto nooit hebben kunnen bestaan. Dus geen foto van mij. De ontsluieringswet van Reza Shah in 1935 verplichte vrouwen. In de publieke ruimte om geen hijab, in der tijd volledig bedekt, te gebruiken. Zodoende weet ik hoe haar haren eruit zagen en dat zij ooit een mooie bloemjesjurk heeft gehad. Rond vier decennia later werd hijab en de segregatie van man en vrouw juist weer verplicht. Nu zijn we vier decennia verder na de introductie. Van gender apartheid in Iran in 1979. De vrouw met bloemetjes Mijn moeder leeft niet meer. In de tweede week van september dit jaar reisde een mooie Koerdische bloem van Sakbes naar Teheran. Aangekomen in Teheran werd zij door de Iraanse zedenpolitie gearresteerd wegens overtreding van hijab, verplichte. Kledingsvoorschriften voor vrouwen. Op 16 september kwam Mahsa Amini ten gevolge van een zware mishandeling door de islamitische zedenpolitie om het leven. Maar hoe kan een bloem zich onzichtbaar maken? Zij veranderde van een kaarsrechte tulp in een keizerkroon met oranje-rode klokvormige hangende bloemen. De Perzen hebben twee namen daarvoor: de ongeslagen tulp, Laleh Wajegoun, en de traan van Maria, Asje Mariam. De poorten van God zullen niet opengaan voor wie deze bloem plukt, aldus een Perzische legende. Mahsa is het parool van de Iraanse vrijheidsrevolutie onder leiding van vrouwen, wellicht een unicum in de geschiedenis. Wat willen zij? Een grondwet. Met daarin de rechten van de mens, de begrenzing van de staatsmacht en de periodieke verkiezingen, de democratie. Ja, ze willen wat u al ruim twee eeuwen hebt. Een grondwet is een levend document waarvan men niet mag afwijken. En omdat het een levend document is, wordt het er steeds geïnterpreteerd. Een grondwet omvat de minimale grammatica van een politieke orde. Een politieke orde beweegt, leeft en functioneert in een rechtsorde. Net als de grammatica van de taal omvat, omvat de grammatica van een democratische rechtsorde de minimale spelregels. Zou ze maximaal zijn, dan betekent dat dit de grondwet. Dat dit grondwet niet een levend document is. Dan is het wellicht een monument of een ding. Een taal met maximale grammatica ook is een dode taal. En een politieke orde met een maximale grammatica is een tyrannieke orde. Opdat de taal en de grondwet onderhevig zijn aan een oneindig proces van interpretatie, Binnen de grenzen van de minimale grammatica leven wij in een vrij land met een levendige taal. Onze stem blaast adem in de letters, waardoor ze vooruit, achterwaarts, zijwaarts bewegen in een oneindig en onvoorspelbaar ritme van een natie die zich met elke geboorte opnieuw gelukkig prijst binnen de reeds bestaande grammatica van vrijheid, gelijkheid. Solidariteit en creativiteit. Pas op voor de bedriegers. Pas op voor de bedriegers, die u wijs willen maken dat u onder een dictatuur leeft. Op het moment dat wij spreken, vanuit Azadi-straat naar Azadieplein, vrijheidplein, wordt behoorlijk geschoten. Op vrouwen die op jullie lijken, die willen gewoon zelf kiezen. Wat ze willen aandoen. Jongens die op jullie lijken, die willen vrijheid van meningsuiting hebben, die willen vrijheid van godsdienst hebben. Op hen wordt geschoten. Dus we, laat je niet wijsmaken in het parlement of in de samenleving dat u onder dictatuur leeft. Een democratische samenleving is nooit af. Er zijn ook geen eeuwige idealen in een open samenleving. Daarom wordt van tijd tot tijd een strijd gevoerd over de betekenis en rijkwijde van rechten, plichten en de inrichting van de samenleving. Wees dus behoedzaam met je collectieve minimale grammatica. Terug naar Mahsa. Haar dood ontketende de revolutie van Zan Zendegi Azadi. Vrouw, leven, vrijheid. Dat kan geen mens plannen. Mahsa wil leven wat zou Mahsa, Nika, Arsha of Hadith hebben willen bewerkers Wat zou de dochter van Persië hebben willen vanavond zeggen? Wat wil Iran? Een grondwet met de spelregels voor de vrijheid, gelijkheid, democratie en solidariteit. Wat zouden ze in de grondwet willen opnemen? Ik ga boelen van de grondwet van Iran, dat Mahsa zou eventueel meegeschreven hebben als hij geleefd heeft, of Nika Shakarami, of Asra, 16-jarige meisje uit Ardabil, zou ik even proberen in hen geest te schrijven. Ik geef toe, sommige dingen tegen de achtergrond van Iran misschien vreemd klinken, maar kloppen wel tegen de historische achtergrond van Iran. Parambule. Wij Iraniërs beloven de democratie, vrijheid en gelijkheid te respecteren en te beschermen. Alleen de wil van het volk, geuit bij de periodieke verkiezingen conform deze grondwet, vormt de grondslagen van legaliteit en legitimiteit van overheidshandelingen. Wij beloven. De grenzen van de eeuwigheidsclausule in zaken de grondrechten, democratie en een de scheiding tussen religies en staat te bewaken. Wij zullen nooit vergeten, allen die sinds februari 1979 tot de opheffing van het despotisme hun leven hebben moeten opofferen voor vrijheid, gelijkheid en democratie. Wij koesteren geen vijandenschap jegens andere naties en willen vrede en vormspoed in onze regio en de wereld bevorderen. Artikel 1 van de grondwet van Massa Amini: Allen die zich in Iran bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens etnisch, linguistiek. Afkomst, godsdienst, levensovertuiging, politiek gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid en oriëntatie of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Artikel 2. De overheid dient al haar handelingen, in al haar, bij al haar handelingen de menselijke waardigheid, lichamelijke integriteit en privacy van burgers in acht te nemen. Artikel 2, 2 lid 2. De overheid mag onder geen beding folteren of burgers aan onmenselijke behandeling onderwerpen. Artikel 3. Iranse staat respecteert en beschermt het recht van alle Iraniërs om te geloven, niet te geloven, dan wel van geloof te veranderen. De overheid sticht, bevordert, financiert of bewapent geen religieuze stromingen. Lid 2 van artikel 3. Ieder heeft recht zijn goddienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te beleiden. Behouden ze natuurlijk beperkingen die wet stellen. Lid 3. Gebedshuizen moeten aan wettelijke eisen van het verenigingsrecht te voldoen. Dit is heel makkelijk hier uit te spreken, maar als je dit in Iran uitspreekt, is ongeveer. Alle worden gebruiken tegen religies in hun ogen. Ze zien gebedshuizen niet als vereniging, maar alsof het door opperwezen zelf was opgericht daar. Lied 4. Religieuze scholen moeten aan de grondigde artikelen, dus die nog moeten geschreven worden, voldoen. Artikel 4. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat vrijheid van mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te versterken zonder inmenging van enig openbaar gezag. 4. Lied 1. Aanzetten tot haat, discriminatie of de omverwerping van de democratische grondwettelijke orde zijn strafbaar en worden in het wetboek van het strafrecht. Nader omschreven. Artikel 5 dat ga ik niet voorlezen. Het is heel uitvoerig over eerlijk procesrechten van de verdachte... en het feit dat geen bijzondere rechtbanken, zoals revolutionaire rechtbanken, mogen ooit worden opgericht. Terug naar onze tijd. De tijd van Massa Amini, de mooie bloem uit Koerdistan, veranderde in een parool. Zij veranderde van een kaarsrechter tulp. In een keizerkroon met oranje-rode oranje klokvormige hangende bloemen. Oftewel de omgeslagen tulp, lollige washegoen. De traan van Maria, Asje Maria. Ze is in de uit een rivier van tranen van een natie voor een grondwet, een vrij land. Nu zitten 18.000 Iraniërs vast, waarvan 70% onder 22 is. Het dodentaal neemt toe. Elke dag spreekt de revolutionaire rechtbank de doodvonissen uit. Ik hoor ze ook nu al. Zaan. Zijn die? Zaan die? Ik zag het dan. zag het dan. De minimale grammatica van een rechtsorde legt het fundament voor het politieke en juridische speelveld. Despotisme ontstaat wanneer de macht die de macht moet beteugelen niet meer is. Of wanneer het evenwicht der machten systematisch wordt verstoord. Een eeuwigheidsclausule is niet een eeuwige verdedigingslinie van de democratie. Maar het is vooral een herinnering, een oproep aan elke generatie om haar plicht bij het verdedigen van democratie niet te verwaarlozen. Een democratie zonder de rechtsstaat lijkt op de verkiezingen van islamisten. Een eenmalige gang naar de stembus. Wees en behoedzaam met democratie en haar grondwet. Dank u wel.